Daan doet het heel goed. Ja, hij snapt het. Maar ja, wij zijn er wel blij mee met de jeugd natuurlijk. Wie de jeugd heeft, heeft toekomst, zegt men. Dus we gaan ervan uit dat het klopt. En dat is hem eerste keer, dus wij proberen nog wat weg te leren. Vandaag, ik moet streepjes zetten van alle brieven die hier de bus in komen. Dankjewel. En dat is straks om een controlecheck te kunnen doen. Of het aantal stembiljetten klopt met het aantal weggegeven stembiljetten. In de 10.000 stembureaus in Nederland zorgen zo'n 70.000 stembureauleden ervoor dat de kiezer zijn stem kan uitbrengen. Van 7:30 ochtends tot na het sluiten van de stembussen om 21:00 avonds en het tellen van de uitgebrachte stemmen waken zij over de democratie. Een taak die vaak door ouderen lijkt te worden uitgevoerd, maar daar lijkt in Geemert Bakel verandering in te komen. De 20-jarige Daan Vries zit mee in stembureau De Eendracht en hij is niet de enige jongere. We hebben zo'n 27 jongelui kunnen recruteren voor vandaag. En we hebben daar een jaar of 3-4 geleden een keer een aanzet toegemaakt om jonge mensen te ronselen voor het lidmaatschap van het stembureau. En dat heeft goed gewerkt. En het is ook goed dat er jonge mensen bij betrokken worden bij verkiezingen, bij politiek in zijn algemeenheid. Dus ja, dat heeft alleen maar een groot voordeel. En zag eens aan, gaat een nieuwe generatie komen voor stembureauleden. Een beetje jong? Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk is het meer voor oude mensen, niet? Waarom zit je hier? Omdat het goed verdient. Dus dat is eigenlijk de voornaamste reden dat ik hier zit. Oké, dus geen idealistische overwegingen, geen interesse in het bestuur? Een beetje, maar niet heel erg. Nee, het is vooral eigenlijk het geld wat mij hier brengt. Maar hij doet het gewoon voor het geld, hoor. Nou, dat zou kunnen. Maar hij is ook nog student, dus hij heeft het geld hard nodig. En wij hebben het eigenlijk niet meer nodig, maar we doen het voor de hobby. We nemen het geld gewoon mee. Snap je? Dus u neemt het hem niet kwalijk? Helemaal niet. Helemaal niet. Ik heb er best begrip voor de jeugd. Dat hij moet zijn langstudeerboete ervan betalen waarschijnlijk. Ja, ook nog. Ook nog, ja. Dus, meent u dat er ook echt interesse is? Want ik hoor net vandaan dat hij het toch vooral voor het geld doet. Ik kan me voorstellen dat ze het voor het geld doen natuurlijk, want het zijn vaak studenten en die hebben het hard nodig. Maar ik merk ook wel eens dat ze het gewoon heel erg leuk vinden. En het is ook goed om dat te vertellen. En ja, op die manier proberen ze dan toch warm te krijgen voor politiek en voor het stemmen, ja. Ja. Denk je dat je na vandaag toch wel wat meer interesse hebt in de politiek? Ik denk dat het ongeveer hetzelfde blijft. Ik heb redelijk wat interesse in politiek, dus... En dat blijft. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.